524 chap, Oké. Okay. Please. Ja hoor. Oh. Gelukkig. Gelukkig krijg jij een legendary. Oh, je hebt een heleboel uh, opdrachten gedaan. Kunnen we meteen een gouden kist open doen? Nou, dan doen we dat ook even meteen, uh, jongens. Hier zal toch niks in zitten. denk Wat? Nee. 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 Oh, jou. Wat zit erin? La 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 la. Drie legendaries in deze video. Man. Hey. Bofster. Super tof dat jullie weer naar een gloednieuwe video kijken hier op Tobolf. Ik ben Thomas en vandaag heb ik een gigantische chess opening klaarstaan. Jawel jongens, we gaan weer sappige kisten openen. Ik wil Jillian een, een super grote shoutout geven, want hij heeft voor mij deze vette chess opening gezorgd. Dus laten we gewoon lekker meteen gaan beginnen. Ja jongens, jullie zien het al. Een epic chest opening. Magical, Giant Legendary Chest, Crown Chest, Clank Chest en de Super Magical Chest. Dit gaan we dus allemaal openen met een paar potjes. Laten we eerst even naar zijn deck gaan kijken. Hij gebruikt een drie musketieren met een mini en miner. Petroham, Ice Golem, Goblin Gan, Elixir Elixirpomp en Zap. Ik heb nog nooit met de drie musketeers in de leather deck gespeeld. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar laten wij meteen gaan beginnen met de eerste twee kisten. Ja, de kroonkist. Wat zit erin? Goud, edelstenen, Tesla, ijsgeesten, Boogschutters en mega Gunselinnen. Nou, ik vind het best wel een goede kroonkist. Dan openen wij nu. De Giant Chest. Hoeveel goud? Oh, 800. Oké, okay, ik dacht dat er wat meer in zat. Go Tovenaars. gunstelener En wat zit er nog meer in? Mini Pekka's. Ah, oh, cute. Zo schattig, zo schattig. Jij zit net boven de 3800. Dus ik moet dit uh, niet gaan verprutsen. Als ik dit verprut, dan doen we meteen 2 versus 2. Want dan, uh, dan kan ik het uh, ergste nog voorkomen, zeg maar. En dit is het allereerste potje. Veel succes! Ik heb uh, even geoefend met uh, jouw deck, want ik heb er nog nooit mee uh, gewerkt. En ik had verloren. Ah ja, dus we beginnen nu met iets minder trofeeën. Dus ik hoop dat ik het nu weer goed maak. En als ik weer verlies, dan moet ik echt kappen. Dan uh, doen we 2 versus 2. Oké, okay, hij heeft uh, arrows. Dat heeft hij dus gebruikt. Dus ik kan nu in principe een Battle ram en de uh, ja, uh, hoorde gunselinen in één keer gebruiken. Ik ga rechts aanvallen. Ja, laten we dat doen. Want hij zet de Knight gewoon helemaal achterin in. Kijk, dit kan ik mooi zappen. Waarom ging die ene bed nou niet dood? Ik heb ook geen idee. Nee, niet Fire Spirits. Nee. Oh, dan vind ik een zo'n vervelende. Wat is dit nou weer? Ja, gunselinnen. Ik kan er niet echt wat anders voor inzetten. Dat vind ik wel jammer aan dit deck. Oké, okay, gelukkig zijn niet al mijn minions dood. Ja, nu wel. Ja, dit is ook een counter tegen dit deck. Dit ziet er niet goed uit. Ik heb wel heel veel damage aan de rechterkant gedaan op die ene toren. Ik moet alleen iets hebben tegen die Fire Spirits. En dat is het dus niet. Ik, ik denk echt dat jij in dit deck een staand. Ja, troep moet hebben in plaats van de Ice Golem. Ik vind dat echt geen goede kaart. Die is ook even dood. Ik denk dat jij de miner wel gebruikt ook als verdediging. Want anders zou ik het ook niet weten hoe je het anders moet oplossen. Ik ga meteen voor de drie En dan hoop ik dat hij niks aan de andere kant inzet. Vuurbal in één keer weg. Ik kan de drie Cutty dus helemaal niet gebruiken. Dat is goed om te weten. Want nu heb ik zo... Zo, ja... Ik heb mijn hoop uh, verloren. Zo kan je het wel zeggen. Ah, een extra hit van die Hokrijder. Dat is jammer. We gaan volop in de aanval. Ja, we moeten natuurlijk uh, geen tijd trekken. Ja, een hit. Oké, okay, hij kan dus bijna niks tegen die Battlegram. Dat is goed om te weten. Uh, we zetten. Uh... Uh, ja, we zetten hier minions in. Het ijskolen ijskolen als afleiding Zodat die ijs. Uh, uh, ik bedoel, de fire spirits erop afgaan. Kijk, ik kan er niks mee. Dit, dit is. Dit ziet er niet goed uit, Loon. Ja, ik kan er eigenlijk niks tegen inzetten. Echt een tip voor jou. Gebruik een ander deck. Ja, jij kan er misschien wel goed mee omgaan, maar dit. Nee, ik zou niet weten hoe. En Het probleem is ook, ik moet 1-1. Come on, come on, come on. Acht. Oh, oké. Okay. Dat, dat, dat ging echt maar net goed, joh. Dat ging echt maar net goed. Ja, ik moet die drie musketeers eigenlijk wel inzetten. Want dat is het enige zware verdediging dat jij uh, aanwezig hebt in je dek. Oké. En dan zet ik die bedroom wel hierin. Ja, die uh, musketeers zijn dood. Dat is natuurlijk wel jammer. Seb, ik ga dit. Uh, ik ga tijd rekken. Ik denk dat dat het uh, beste is. Dus ook weer lang mijn Petrogram. Hier, hier, snel. Ja hoor. Dan zijn die bar baren vrij en kunnen ze nog een beetje verdedigen. Ik weet dat ik niet slim bezig ben met dit deck. Maar het lijkt mij dat dit toch wel het beste is. Ja, en dan kunnen wij natuurlijk nog uh, wel uh, de laatste seconde dit doen. Maar dat heeft ook niet meer zoveel nut. Goed gespeeld. We gaan echt alleen maar 2 versus 2 doen. Want uh, ja, zelfs nu, het blijkt. Dat ik op iemand anders een account niet echt goed speel. Dus ja. We gaan weer twee kisten openen. De epic chest en de clan Chest. Uh, clan Chest Daar kan nog een in inzetten. Dus ik ga voor de epic chest. Oké. Okay, spiegel. Mwah. Skeleton army. Geuze skelet. 15 keer een bowler. En die heb je level 5. Nou ik denk dat je daar nog best wel blij mee bent. Ja vast wel. Hoppakee, Clank is 10 van de 10. Lekker veel goud, ja. We hebben nu de eerste zeldzame. Oh, 6 zeldzame tot nu toe. Oké, okay, dat is een giant, um, healing spell. We krijgen alleen maar zeldzame. Dan moeten we nu alle gewone krijgen en de epics. 102. Ja. Oh, 106 uh, Skeletten uh, Barrel. Ik vind dat best een fijne kaart. Dus ik. Ja, ik ben blij voor je dat je dit gewoon lekker kan upgraden. En wat voor Apex, de Dark Prince. Ah. Oh. Oké, okay, 2 versus 2. Het potje is net begonnen. En ik denk dat uh, mijn medespeler wel een mooi deck heeft. Dat uh, ja, mooi valt te combineren met die van mij. Dus uh, laten we meteen gaan uitzoeken hoe ze allemaal spelen. Ik zet de Petroen meteen in. Op een hele domme manier. Eens kijken, gaat die hem nog de overkant halen? Nee, dat is jammer. Niet meteen met raket. Oh mijn god. Oké, okay, oké, okay, jongens. Ik... Ik kan ook niet zo goed spelen, maar dit? Wat de... Ja, schelden mag niet meer. Jammer, jongens. Maar oké, okay, um, ze hebben tot nu toe eigenlijk niet echt veel gehad. Tegen, ja... Goblin Ken en uh, minions, behalve rakets. Dus... En de lok, oké. Okay. Dat is goed om te weten. Dan zetten wij nu minions in. Die zap kwam laat. Die kwam laat zeg. Jeetje mina. Die kwam laat. Hij heeft bijna geen elixir. Ja, als hij dan nog snel uh, gaat uh, zappen. En het is ook nog mis. Ja. Je gaat dat lokken? Jongens. Welkom bij... Clash Royale. Voor pro's. Ja, zet dat maar in. Ja, doe het. Doe het dan. Ligt de elite ervoor? Ja, als je lang wachten, hebben ze ook nog de raketten klaarstaan. Ik zet die uh, drie musketieren hierheen. Ja, ik had dat voorspeld dat die raket daarop zou gaan. Uh, Oké, okay, we zetten hier nog even mijn werk in als afleiding. Dat is natuurlijk weer net te laat. Dan zijn al mijn musketieren dood. Oh jeetje, wat ben ik handig bezig. We gaan... Uh, wat ga jij doen? Oké. Okay. Dan ga ik met mijn Battle Ram daar naartoe. Ga jij dat ook zappen of niet? Even kijken hoor. Ijskolen aan de voorkant. Ik ben een beetje stil. Ik wil dit even goed maken. Even extra kronen binnenhalen. Miner Huppeke. Die gaat op de IJsselwizard. Die is dan lekker afgeleid. En door die Tornado heeft het eigenlijk weer geen nut gehad. Hé, hey, dit gaat lekker. Je gaat gokken op een golem? Oh, oké. Okay. Oké, okay, als je nog de inferno toren zou moeten hebben. Ja, dit hebben we zo hard verloren, verloren jongens. Hier kan ik niks mee. Kijk, die sap is weer helemaal mes. Wat is deze gozer aan het doen? Wat is deze gozer aan het doen? Ja, als jij die golem ook niet verdedigt. Ja, dan uh, zijn we de toren net niet kwijt. Ja, verloren, goed gespeeld. Ze doen allemaal domme rockets. Gok Ik kan niet slim en uh, makkelijk spelen met dit deck. Maar hé, hey, het was op zich wel geinig. De volgende kisten. We gaan ze allemaal openen. Te beginnen met de Magical Chest. Wat zit er in? 1200 goud. 11 vuurgeesten. 32 minions. 5 game musketier. Mortier. Dat is de epic. Het Oké, okay, helaas geen Legendary. Wat zit erin? Weer een bowler. Oké. Okay. Een um, Super Magical of Legendary? Ja, Super Magical. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Super Magische Gears. WAM! Super veel goud. Vijf keer. healing. erg. Elixirpomp. Valkyrie, die kan je nu naar level 8 upgraden. Dat is nice. Ja. Yeah. Mini Pekka's, kom op alsjeblieft, de epics. Ik, ik gun je het zo. Je hebt van die supermooie kisten klaarstaan. Ik ben jouw uh, porties aan het verprutsen. Dus jij verdient jouw Legendary's. Oké, okay. 524 sub, Oké, okay. please. Ja hoor. Oh, gelukkig, gelukkig krijg jij een Legendary. Maar wat gaat het worden? Ik koop natuurlijk een nieuwe voor jou. Of eentje die, dat je ja, dat uh, meteen kan upgraden. Dus wat zit erin? Voilà. Weer Sparky? Oh, die had je niet. <laughs> waarom, waarom krijg ik iedere keer Sparky? Ook met de vorige twee video's Sparky. Wat? Maar je had hem niet. Dat, dat is een pluspuntje, zeg maar. Oh, je hebt een heleboel uh, opdrachten gedaan. Kunnen we meteen de gouden kist open doen? Nou, dan doen we dat ook even meteen, uh, jongens. Hier zal toch niks in zitten. ik. Wat? Nee. 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 Oh, geniaal. Wat? En laat die dijk nee uit de gouden kist? Wat? Nee. Nee. Ja, oké. Okay. Wat zit erin? Geen spark, anders ga ik echt. De lock, had je die? Oké, okay, die had je. Oh, zo, hé. Hey. Drie legendaries in deze video. Man. Oké, okay, je kan geen giant chest doen. Hé, dat is jammer. Uh, ja, hou beloning op. Dat kan je natuurlijk allemaal. Zo. So, Invernatolen. Je hebt echt een heleboel dingen gedaan, joh. Huppakee. Ah, nice. Oké, okay, let's zien jij het test. Welke kaarten heb jij eigenlijk nog niet? Welke kaart heb jij niet? Ice wizard en the bandit. Ik gun jou een van de twee. Ja. Wat zit erin? La 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 Geen sparky. De night witch. Kan je die upgraden? Ja. Nou, ik vind het op zich wel een chiller kaart alleen jammer dat hij uh, onlangs is genervd. Maar hé, hey, super chiller kaart. Nou, Dylan, ik hoop dat jij blij bent met uh, wat voor domme dingen ik allemaal heb gedaan. Maar je hebt toch nog drie Latine D's. Dat is gewoon ongelooflijk. En dan wil ik natuurlijk mijn super toffe, gekke, aardige bofsters, jullie dus, jij, ja, jij, bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mij, we zijn zo dicht bij de 10.000. En bijna 10.000 abonnees. Ik heb een heleboel plannen die ze in mijn hoofd zitten. Dus ja, ja, daar kom je pas achter als je hebt geabonneerd. Hieronder. En dan zie ik jullie de volgende keer, posters. Later.